Als student zit je vaak krap bij kas. Daarom moeten we elkaar af en toe een handje helpen. In Nijmegen kun je profiteren van verschillende diensten en zo ook studenten helpen met hun praktijkervaring. Wat als ik bijvoorbeeld een probleem heb met mijn huisbaas die de huur wilt verhogen? Voor juridisch advies kun je dus terecht bij de Rechtswinkel in Nijmegen-Oost. Wat is dat eigenlijk? Nou, de Rechtswinkel is een groep studenten die in ieder geval een properduis hebben behaald. En die helpen studenten, mensen met juridisch advies. En dat doen we geheel kosteloos. Stel, ik heb een probleem. Mijn huisbaas verhoogt ineens de huur van mijn kamer met, geen idee, 5% of zo. En ik weet wel dat er regels zijn met procenten en zo, hoeveel je dat kan dan verhogen. Zouden jullie mij daarbij kunnen helpen? Ja, absoluut. Wij kunnen jullie helpen met elk huurrechtelijk probleem. Waaronder dus ook verhoging van je huur. Mm-hmm. Tijdens de opleiding of tijdens de studie dan leer je alles in de theorie. En we hebben natuurlijk onze cliënten nodig om te oefenen. En dat gaat ook, dat is eigenlijk de ideale manier om je rechtenstudie te combineren met de praktijk. En een mooie opstap voor een rechtsstudent om de praktijk te leren kennen. Of stel, je hebt kiespijn of je moet echt naar de tandarts voor een controle. Wat doe je dan? Ik ben hier voor het eerst patiënt bij de tandheelkunde studenten. Hoe werkt het eigenlijk? Door wie word je geholpen? Je wordt hier geholpen door eigenlijk allejaars tandheelkunde studenten. Vanaf het tweede jaar zien tandheelkunde studenten hier al zelf hun patiënten. En hoe verder je in je studie komt, hoe gecompliceerdere patiënten je eigenlijk ziet. Krijg je hier dan korting op wat soort tarieven? Wat krijg je precies? Controle bijvoorbeeld, dat is gewoon 25% goedkoper dan een controle bij een normale tandarts. Techniekkosten, dus als je gaat denken aan kronen of bruggen of iets wat er moet gebeuren, dat blijft wel rond dezelfde prijs. Maar echt controles, vullingen en zo, die zijn allemaal goedkoper. Dus elke student eigenlijk hier in Nijmegen mag bij jullie terechtkomen? Ja, zeker. Je kan gewoon de administratie hier bellen of via komen studenten hier vaak ook terecht. Zeggen dat je patiënt wil worden en je schrijft je in via een inschrijfformulier en dan word je opgeroepen door een tandheelkundestudent. Dit waren twee voorbeelden hoe je goedkoop geholpen kan worden. Voor andere diensten zou je bijvoorbeeld langs kunnen gaan bij het ROC. Hoi, we zijn hier bij StukaFest vanavond. We gaan naar 3 verschillende optredens. Het is nat en koud buiten, dus we gaan snel naar binnen. So can you tell us what we've just seen? You just saw an interactive performance of Not Collective. Our aim is to involve the audience and let them be free in their body and use more their physicality in everyday life. In plaats van wat ik had bedacht, want oh mijn god, ik was bijzonder, zit ik met een studieschuld te wachten op een wonder. Geen koophuis en geen goede baan, wat tot op het bot toe opgebrand. En op al mijn social media posts is er totaal niets aan de hand. Ik heb een korte voorstelling geschreven van 30 minuten met ongeveer 17 gedichten erin. En die voorstelling gaat in een notendop over de manier waarop wij bezig zijn met succesvol zijn en ons gelukkig voelen. Omdat wij vaak heel krampachtig bezig zijn met die thema's. En daarom heb ik eigenlijk in een show van 30 minuten een soort van die thema's luchtig en ironisch proberen aan te stippen. En als jij ooit een vriendje kreeg met wie jij zou gaan zoenen, dan krabde ik in zijn gezicht en ik piste in zijn schoenen. En hoe is het om in zo'n intieme setting te spelen? Te gek. Het is super fijn om zo dicht bij de mensen te zitten, om de reacties meteen te zien. En ze zitten erin in plaats van dat ze er naar kijken. En dat is iets waar wij ook heel blij mee zijn. Hoe kom je erbij om je kamer voor StukaFest te laten gebruiken? Nou, ik werd gevraagd door iemand of wij nog kamers beschikbaar hadden. Toen ik gevraagd werd, vond ik het hartstikke leuk dat die vraag gesteld werd. Dus ik zei natuurlijk. En als iedereen dan naar huis toe is, wie ruimt er dan op? Dan de zijde opruimen en dan zie ik ze hopelijk bij de afterparty. Ja, nou, daar gaan wij ook naartoe nu, denk ik. Ik heb vanavond
om dans, poëzie en theater gezien. Maar er was natuurlijk veel meer. Dus ik hoop dat de rest een even leuke avond heeft gehad als ik.